Het parlement heeft de behandeling van de wet toezicht op geldtransactiekantoren vandaag hervat. Het doel van de wet is het bestrijden van illegaal opererende transactiekantoren en het voorkomen van speculaties, zegt de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Aziz Kumar Gayadin. Het concept is flink gewijzigd na kritische opmerkingen van zowel de coalitie als de oppositie. Gayadin deed een beroep op de Centrale Bank van Suriname om haar werk conform de wet te doen. Met betrekking tot toezicht hebben we gezegd dat ik heb zelf een opmerking gemaakt. We roepen de centrale bank op om haar verantwoordelijkheid ook naar behoren en correct te doen. Ik heb toen zelf voorbeelden genoemd waarbij we gezien hebben dat onder toeziend oog van de centrale bank zelf bij de centrale bank dat het mis is gegaan. Niet dat alleen, maar dat ook onder toezichthouder orgaan, in dit geval Centrale Bank, en wat er allemaal bij de banken zijn gebeurd. En hier heb ik nog voorbeelden genoemd van Surinaamse Postspaarbank. En ik ben ook daar hebben we gezien, ik zei honderden gevallen van hoe goed mis het ook kon gaan. En ons toezichthoudend orgaan heeft nooit een noodbel laten rinkelen. Gayadin ging in op de wijzigingsvoorstellen. Een van de voorstellen is om te komen tot een duidelijke definitie voor mensen die geld wisselen. Als voorbeeld gaf hij aan dat iemand die geld als schenking ontvangt van naasten uit het buitenland niet valt onder de definitie transactiekantoren. Voorzitter, wat we zien dat in artikel 2 die aanvullingen die zijn gepleegd, zoals wij toch wel voorgesteld hadden, dat er verbodsbepalingen verder wordt uitgebreid en niet in de toelichting van geldtransactiekantoren wordt getornd, wissel- of overmakingskantoor. Want daar was eerste instantie gebracht ook naar natuurlijke personen. Dat wij gezegd hebben dat die definitie blijft. En dat nu in het verbodsbepaling is opgenomen. Het is een natuurlijke persoon. Verboden bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde wisseltransacties uit te voeren. Dan wel bedrijfsmatig dienstverlenend werkzaam te zijn bij de totstandkoming van zodanige wisseltransacties. Dat was coalitieparlementariër en voorzitter van de commissie van rapporteurs, Aziz Kumar Gayadin, vandaag in het parlement.